Dus vandaag 12 uur tot 3 uur. Vorige week zei ik nog, we moeten week voor morgen. We helemaal klaar zijn, alles, passen, alles. Ja. Karel is met een hoofd, hè. Juist dan, dames en heren, heb ik dan de officiële opening verricht van deze monumentendag. Waarbij onze bejaardier Tony Raats, een van de stadsliederen, cadans van de stad, u heeft het gehoord. U hoorde het voorspel ook, hè? En u besloot om te blijven. Ik vond het ook zo mooi dat het precies klinkt. Hoog in de Sint-Jan, het carillon. Dan weet ik dat ik thuis gekomen ben. Een hele mooie keuze ook voor dit lied. Een lied, u weet dat, dat speciaal voor het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima op 13 juni 2013 is geschreven. Een lied dat het verleden, heden en de toekomst van onze stad vertelt en hoe trots we op onze stad kunnen en mogen moeten zijn. Een stad vol met iconen en symbolen. Thema van de Open Monumentendag 2016, dat dit jaar de 30ste editie kent. En deze iconen en symbolen vertellen, evenals het lied Cadans van de Stad, ook het verhaal van de stad. Die zijn als het ware al jarenlang geworteld in de Roosendaalse leefgemeenschap. Het gaat dan met name om beelden en tekens met een bijzondere betekenis. Beelden en tekens die op velerlei manieren te vinden zijn in de monumenten, zoals in ornamenten, in de reliefs en in schilderingen. Maar ook de monumenten zelf kunnen iconische waarde hebben in het landschap of in de stad, zoals kerktorens, molens, stadhuizen en kastelen. Een van de voorbeelden en misschien wel het bekendste icoon van Roosendaal is, waar we nu staan, de Sint-Jan. Niet alleen de Sint-Jan zelf, maar uiteraard ook het prachtige carillon dat dit jaar jarig is. Hij viert zijn 50ste verjaardag. En niet voor niets, nogmaals, dat het lied Cadans van de Stad daarmee begint. Monumenten en het behoud ervan zijn belangrijk, omdat ze symbool staan voor onze cultuur, maar ons ook duidelijk maken wat onze herkomst is. Vandaar dat het goed is om één keer per jaar bijzondere aandacht te vragen voor de monumenten, tijdens de Open Monumentendag. En dat velen, ik vind dat buitengewoon plezierig, vele eigenaren van monumenten, musea en andere organisaties bereid zijn om hun monumentale pand open te stellen en of hun collectie te presenteren. Ik wil de organisatie van de Open Monumentendag hartelijk danken voor hun inzet om dit ieder jaar weer mogelijk te maken. En ik wens u en de vele andere bezoekers deze dag, het zal aan het weer niet liggen, ontzettend veel bewondering en verwondering. Een hele prettige dag. Dank u wel. Dat het monumentendag zal worden in het thema bouw als icoon. 50 jaar carillon, nou, dat is denk ik de bijaard, is dan een klinkende icoon van de stad. Ik denk, ik koppel dat mooi, want echt de verjaardag is 26 november. Dan regent het, het is koud. En nou, nu ook vandaag, het is schot in de roos, monumentendag, samenwerking met comité monumentendag, verenigde krachten, mensen die op bezoek komen. Dus het was een heel goede slag.
toen ik je benoemd werd, dacht ik van, ja, wat is nou mijn idee, wat is mijn visie? Dat is vooral, de klokken zijn van de burger. Ja, u bent burgervader. Eigenlijk bent u ook burgervader van alle klokken die hierboven hangen. Zo voelt het ook, hoor. Ja. De klokken zijn typisch iets van mensen op straat. Natuurlijk is het mooi om concerten te geven, maar het is ook mooi om het instrument dichterbij voor te brengen. Dus ik probeer nog wel eens wat clubjes op te zoeken. Nou, Donk heeft wel gehoord in de toren, Jan Musters. En concerten met koren, met instrumentalisten. En ja, dit seizoen leidde dat er al toe dat er een hele schare volk op de markt zat. Het ging niet altijd helemaal precies, maar ik voelde me toch een beetje André Rieu toen ik uit de toren kwam. En je merkt als je samenwerkt ook met anderen hoe leuk dat het is. En dat het instrument op straat ook gaat leven, veel meer dan als je zegt ik klim een uurtje in de toren en niemand ziet me. Dus vandaar dat ik als visie ook had, veel PR over de markt lopen als er concerten zijn laten zien. En zo'n dag als vandaag is voor mij eigenlijk, de klok is voor mij ook een feestje, ik vier het met de klokken mee. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen aan u bedankt voor de komst, de mooie woorden, stadsdichter. Ook bedankt voor de hele mooie lichte woorden die mij weer inspireren tot een nog mooier spel. We hebben ook Aad Meijer, die heeft, zullen we straks zien, het gedicht ook heel mooi op foto gezet, zodat het echt een mooi... Thank you.
Ba-dum-dum.